Een ieder is hard getroffen door COVID-19 en de maatregelen rond COVID-19, zo ook de Paramaribo Zoo. Maar dankzij steun vanuit de gemeenschap heeft de Zoo zich de afgelopen maanden, toen zij genoodzaakt waren de deuren te sluiten, zich hebben kunnen bedruipen. Nu zullen zij wederom de deuren openen van de Zoo. Maandag gebeurde dat reeds. En de gemeenschap die mag het dus nu weten dat de Paramaribo Zoo dus weer open is. Alleen zal men de Zoo kunnen bezoeken met inachtneming van alle COVID-19 maatregelen, zegt Paramaribo Zoo-directeur John Altenberg, met wie wij spraken. U hoort Paramaribo Zoo-directeur John Altenberg. Raj Mahango legde het volgend interview en de beelden vast. John Altenberg, directeur Paramaribo Zoo. De reden dat we hier zitten, heer Altenberg. Goedemiddag, goedenavond luisteraars. Goedemiddag heer Ganesh. De reden waarom we hier zitten is namelijk dat wij onlangs besloten hebben om na zeg maar anderhalve maand, nu bijna 2 maanden gaan we nu, dat de dierentuin gesloten was voor de bezoekers. Dat wij afgelopen maandag weer zijn gestart met een voorzichtige openstelling. De bedoeling is dat wij natuurlijk conform alle maatregelen die vanuit de autoriteiten worden getroffen om ons gezond te houden, dat wij die ook strikt zullen opvolgen. Maar vanwege het feit dat zeg maar de totale lockdown nu ook is versoepeld, hebben we gemeend om de Paramaribo Zoo weer toegankelijk te maken voor bezoekers. We zullen natuurlijk alles eraan doen binnen onze vermogen om te zorgen dat alles toch wel ordelijk en binnen de richtlijnen van de autoriteiten plaatsvindt. We werden echt dagelijks gebeld door bezoekers van is de dierentuin open, is de dierentuin open. En we moesten elke keer zeggen van nee, voorlopig kunnen we niet open. We moeten ons houden aan de maatregelen. En als wij daar groen licht voor krijgen, dan zullen we de dierentuin zeker openstellen. We hebben alle belang bij. Want de dierentuin kan niet alleen maar op basis van donaties en giften van de samenleving overleven. We moeten vroeg of laat ook toch wel proberen onze eigen inkomsten weer binnen te halen. En hoe zal dat werken? Ik ben bezoeker. Ik kom bij uw kassa daar. Wat gebeurt er allemaal vanaf daar? Als de bezoekers zich aanmelden bij het loket, dan is het eerste waar men zich aan moet houden, is niet aan bosjes bij het loket gaan staan, maar gewoon netjes een rij volgen, een rij maken. En de afstand van 1,5 meter tot 2 meter houden, daar zal ook door onze loketmedewerker op gewezen worden. En dan kan men bij het loket komen. We hebben daar de nodige maatregelen getroffen. Sowieso bescherming van onze medewerker daar, maar ook bescherming van de bezoekers. Onze loketmedewerker heeft sowieso een mondkapje op en zorgt ook dat zaken de handen gereinigd worden door middel van hand sanitizer, ook voor de bezoekers. De temperatuur van de bezoekers wordt natuurlijk ook opgemeten. En als alles oké is, dan mag men naar binnen. We hebben ook de maatregelen, of althans de voorwaarden voor de mensen daar bekendgemaakt. Als u ziekteverschijnselen heeft, als u verkouden bent, als u grieperig bent, gaan we u helaas niet kunnen toelaten. Houdt u daar toch wel rekening mee, blijft u dan lekker thuis. En als u weer genezen bent, dan bent u van harte welkom in de dierentuin. En verder doen we een beroep op de mensen dat ze afstand houden van elkaar als ze in de dierentuin zijn. Natuurlijk, de speeltuin is open. De kinderen kunnen gewoon een gangetje gaan. En we doen ook een beroep op de mensen om mogelijkerwijs zelf, als ze het nodig vinden, een mondkapje mee te nemen als ze ergens dicht bij mensen moeten komen.
ook eventueel een handsanitizer bij de hand hebben als kinderen ergens een speeltoestel hebben aangeraakt. Ze misschien de kinderen hun handen kunnen handsen. We proberen zo goed als mogelijk ons te houden aan de voorzorgsmaatregelen. En de openingstijden, heer Altenberg? De openingstijden zijn niet gewijzigd, meneer Ganesh. We zijn elke dag weer open van 9 uur tot 6 uur. En natuurlijk op de zondag hopen wij dat we de mensen zeker tot een uur of 7 nog in de tuin kunnen hebben, niet later. Want sommige mensen willen toch wel wat langer blijven in de dierentuin, maar we gaan dat niet toestaan. 7 uur is echt uiterlijk de deadline dat men niet meer in de dierentuin mag zijn. Voorlopig hebben we dus nog geen openstelling voor feestjes, kinderfeestjes en dergelijke, omdat je dan toch met grotere aantallen gaat werken. Dus dat is voorlopig nog niet mogelijk. Ons waterpark is voorlopig dus ook nog niet beschikbaar. De aannemer die heeft nog wat onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Dus wij hopen dat dat ook snel, nu snel gedaan wordt. En dan moeten we gaan kijken, in ieder geval afstemmen met de autoriteiten ten aanzien van hoe hou je 1,5 meter afstand in een zwembad of een bad. Ik weet niet als überhaupt de zwembaden nu al open zijn. Dus wij zullen daar toch wel de instructies afwachten voordat wij het waterpark voor het publiek open gaan stellen. Heer Altenberg, hoe hebben jullie zich dan kunnen bedrijven de afgelopen periode toen jullie gesloten waren in verband met COVID-19? Ja, dat is inderdaad, dat was een hele situatie. Gelukkig, meneer Ganesh, hebben wij vanuit de samenleving heel wat hulp gekregen. Met name de twee activiteiten die wij hebben ontplooid met betrekking tot het van tevoren kopen van kaartjes. Dat is een project geweest dat door de heer Edward Lee van United News is opgezet via het internet. Mensen konden dus van tevoren kaartjes kopen en later de kaartjes komen halen. Maar in ieder geval het geld kwam dan binnen. Dat is voor ons een heel geslaagde actie geweest. We hebben mensen gehad die hier hun kaartjes zijn komen kopen. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk hun kaartjes via internetbanking gekocht. Dus we hebben daarmee inderdaad de afgelopen 1,5 maand tot 2 maand hebben we toch wel de zaak staande kunnen houden. Een andere activiteit die via GoFundMe is uitgevoerd, is dus voornamelijk via Nederland. Heeft ook aardig wat geld opgeleverd en daarmee hebben we de afgelopen 2 maanden, zeg maar 1,5 maand tot 2 maanden, kunnen zorgen dat onze dieren te eten hebben gekregen, de nodige onderhoud hebben kunnen doen, maar ook het personeel voor een deel betaald is, of nee, niet zelf, betaald is geworden. Dat zal natuurlijk nu ook een beetje minder gaan worden, want iedereen is nu dus ook echt bezig om te kijken hoe hou je je hoofd boven water. Alle bedrijven hebben dat ook, moeten dat ook allemaal ervaren. Dus wij van onze kant hebben dus gemeend om dan ook binnen de ruimte die we hebben van de autoriteit de dierentuin weer toegankelijk te maken voor de bezoekers, zodat we weer wat inkomsten. Maar we zijn de hele samenleving, ook zij die 2 of 3 kaartjes hebben gekocht en anderen die 100 en 200 kaartjes hebben gekocht, heel erg dankbaar. En natuurlijk ook de mensen die gewoon een donatie hebben gedaan voor de Paramaribo Zoo, voor de dieren, zijn we heel erg dankbaar. Als we alle namen zouden moeten noemen, dan is het echt dan zijn we morgen nog niet klaar. Maar echt, de ondersteuning is behoorlijk geweest in de afgelopen periode. Ja. Had die personeel verplicht thuis moeten zitten, meneer Altenberg, de afgelopen periode?
We hebben een deel van het personeel, met name de administratie en de andere sectoren, hebben we wel een beetje flexibeler ingezet. Niet elke dag aan het werk laten komen, maar om de ene dag. En natuurlijk voor zij die bij het loket zitten, ja, die hadden natuurlijk geen werk. Maar die hebben zich op een andere manier ingezet in de dierentuin, door een beetje de tuin een beetje te harken, te shuffelen. De dierverzorgers hebben geen enkele vrijstelling kunnen krijgen, want de dieren moeten gewoon blijven eten en verzorgd worden. Dus wat dierverzorging betreft is alles gewoon normaal doorgegaan. Tot slot, en als oproepend dus naar die gemeenschap, heer Altenberg, de Paramaribo Zoo is vanaf wanneer weer helemaal open? Maandag. Afgelopen maandag zijn we dus, hebben we de poorten weer opengesteld. We hebben het nog niet echt grootschalig bekendgemaakt, maar daar zijn we dus nu mee bezig. En we maken dus ook gebruik van uw medium, meneer Ganesh, om dan de samenleving ook te laten weten dat wij vanaf afgelopen maandag de dierentuin weer opengesteld is voor bezoekers. En we doen een beroep op de mensen voor hun eigen veiligheid, hun eigen gezondheid, maar ook voor onze medewerkers. Zoveel mogelijk de COVID-19 maatregelen in acht te nemen. Houdt u afstand van elkaar. Als u met een gezin bent, ja goed, dan hoort u bij, als gezin bij elkaar. Maar vermijd het contact met anderen op een onverantwoorde manier. Neem desnoods uw eigen mondkapje mee, uw eigen handsanitizer. We hebben wat spullen hier. Sowieso bij de ingang van het loket en bij de horeca zullen wij u toch wel verplichten om uw hand te reinigen. En natuurlijk, er is water, er is zee. Maar net als wat de autoriteiten hebben beslist, de verantwoordelijkheid ligt nu bij onszelf. Om te zorgen dat we gezond en veilig blijven. Maar je kan inderdaad niet tot in lente vandaag alles close houden, want dan gaat alles kapot. Dus we zijn blij dat de maatregelen een beetje versoepeld zijn. Ondanks het feit dat de besmettingen toch wel, naar mijn mening, behoorlijk zijn. Zijn we toch van mening dat we heel voorzichtig de dierentuin weer open moeten stellen voor het publiek. En dit was TBN Prime Alert van donderdag 9 juli 2020. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874x93. 874x93. U mag ook e-mailen naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.